dames en heren, ik weet niet wat ik zie. Wat een koor uit Oudekerk aan de IJssel niet los kan maken in Ridderkerk. Nou, dit dus, dit. Ja. Heel leuk dat jullie er weer zijn vanavond. Het is geweldig weer. Jullie hebben volgens mij lang genoeg naar mij geluisterd. We gaan vragen of de IJsselmannen willen beginnen. Alvast een heel groot applaus voor de IJsselmannen. Goedenavond, dames en heren. Voor u staat Chanticoor, de IJsselmannen uit Oudekerk aan de IJssel. Dat weet u, dus in de Krimpende Waard, tussen Gouda en Rotterdam. Leuk dorpje aan de IJssel. En we gaan graag voor u weer een lekker uurtje met elkaar zingen. En het eerste nummer wat we gaan zingen, dat heet Geef mij maar de zee. Een echte zeeman denkt natuurlijk maar aan één ding, de zee. Geef mij maar de zee. Geef mij maar de zee. Het volgende lied, dames en heren, gaat gezongen worden door een echte ridderkerker. Onze Peter van den Berg. En dat lied.
gebied dat gaat over het leven aan boord van grote zeilschepen in vroegere tijden. Hij gaat voor u zingen. Sailing, sailing. Oh.
Ja, dames en heren, het volgende lied dat is een prachtig liefdeslied. Dus misschien even de ogen dicht zo meteen, je weet maar nooit. Het past dus zo prachtig bij elkaar, het stel. Ze waren nog zo verliefd. Ze kregen zelfs 7 kinderen en een lang en gelukkig huwelijk. Het is een prachtig lied. Darling, say you love me when I'm old. En gaat gezongen worden door onze Leen van Daan. Droomliedje, dames en heren. Darling, say you love me when I'm old. Het volgende lied niet, moet ik u zeggen. Dat gaat over de haring. En de haring is een van de meest voorkomende vissoorten in Nederland. En dit is een van de leukste nummers die er ooit zijn gemaakt over de haringvangst. Het lied heet dan ook The Herring of the Sea.
heren. Het lied dat we gaan zingen, dames en heren, is Laat me lekker gaan. En dat gaat over die zeeman. Onze muzikanten. Ja, we hebben het altijd over het koor, de IJsselmannen, maar wij zijn zo trots op onze muzikanten. Dat zeggen we natuurlijk altijd natuurlijk, hè, want we willen ze er graag bij houden natuurlijk. Hè. Maar geweldig. Het volgende lied, dames en heren, gaat over zeerovers.
volgende lied, ja dat is ook leuk hoor. Dat is een reis van wat oudere zeeschepen tussen Australië en naar Engeland. En zo ontmoet de sneeuw, ijs, hagel enzovoorts. Het lied gaat gezongen worden door onze Henk Fokke. En die zal het graag even aan u uitleggen. En ongetwijfeld vraagt u of u even met hem mee wil doen. Henk met de Wolfleet Chorus. En nou is het de bedoeling dat elke keer als er een refrein komt, dat jullie heel hard in je handen gaan klappen. Want ja, want dat betekent dat je en warm wordt, plus dat wij sneller binnenkomen. Nee, en het liedje wat ik ga zingen, dat gaat 4 coupletten lang alleen maar bezingen hoe wij de terugreis doen, is niks van te volgen, maar denk erom, lekker klappen. Hij heeft het moeilijkste, want terwijl ik zo op het donder geef, moet hij maar zorgen dat ze blijven zingen. Ja, daar gaan we. Girls, time for us to go. The people's at the fortune and 5,000 bells to blow. We must be children for it, and the skipper hardest is. Now we're bound for old England, but can you any say? The westerlies and hustle her along, running like a ribbon there through the friendly days, racing under royals. Thank you.
Wolfried Korres, dames en heren. Het volgende lied gaat weer gezongen worden door Peter van den Berg. Een thuiswedstrijd voor hem, want hij woont hier in Ridderkerk, dat weet u allemaal, dames en heren. Het lied dat hij gaat zingen is Take Me Home. Het gaat over een zeeman die onderweg op zee alleen maar aan thuis zit te denken. Breng me zo gauw mogelijk weer naar huis, maar je hebt er gewoon de balen van. Het lied heet Take Me Home, wordt gezongen door Peter van den Berg. Oh.
Het volgende lied dat gaat over een Ierse veerman die terugkijkt op zijn praktijk als veerman op een rivier in Dublin. Het is een beroemd lied van de Dubliners. En bij ons gaat onze Barry dat zingen. Het gaat over een veerman. Het lied heet dan ook The Ferryman. En hij moet even de microfoon. Doet de microfoon het, Barry? Toet, toet, toet. Ja. En een beetje gassen. Een beetje gassen. Nou, het is een geweldig lied, dames en heren, kan ik u zeggen. Wij gaan voor u zingen, maar voornamelijk Barry, The Ferryman. Stranded on a beach. Sure enough, the ducks are dying, and a wake of life is gone. And all the kids was born of you and me. I was all very good, and I was so pretty. So it's a little lonely for my dog. I hope you know the day, and I love the world tomorrow. And the dog is all you want to know. Terugkomen van zee. En als dan de schip aankomt, dan kijken ze, is hij er wel niet bij of niet? Want ze denken aan één ding. Lekker stappen en lekker uit de bol. Wat gaan we zingen, dames en heren? C'est la vie! Thank you.
Zo, dames en heren, c'est la vie. We zijn toegekomen aan ons laatste nummer, dames en heren. En dat gaat over een beroemde boot, de Anna Jacoba. En dat gaan we voor u zingen als laatste lied, de Anna Jacoba. Ik hoef niet te vragen of jullie het naar je zin gehad hebben volgens mij. De IJsselman uit Oude Kerk op IJssel.
Zo, dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van ons programma. We hopen dat u het naar uw zin gehad hebt. Wij in ieder geval wel. We vragen nog even een kleine applaus voor onze Michiel, als de technicus van vanavond. We hebben dat wel verdiend. En tevens aan onze mensen die opgebouwd hebben hier. Dames en heren, graag tot de volgende keer. En wie weet zijn we de volgend jaar weer. Je weet het maar nooit. Tot ziens. Chanticoor, de IJsselman.